Hey Joop, we willen jou als uitvinder van de kuilverdeler verrassen met mooi nieuws. We staan in Polen en hebben zojuist officieel de 5000ste kuilverdeler opgeleverd. Onze Poolse dealer Agritechniek Tafidi had de eer deze te overhandigen en directeur Wojciech wil je via deze weg ook nog even toespreken. Sehr geehrte Herren Wissen, vielen Dank für Ihre Erfindung. Diese Maschine zeigt, wohin eine gute Zusammenarbeit führen kann. Super gaaf dat je 45 jaar geleden deze machine met je buurman ontwikkeld hebt samen met Hoopman Holaras. En we zijn erg benieuwd naar je verhaal. Toen gebeurde wel vaker met inkoelen dat met de buren deed eigenlijk. En ja, dan stond ik altijd op de koelen met de grepen daar. En toen denk ik, ja, we moeten toch wat bedenken nou dat ook met de machine kunnen. En zodoende is dat eigenlijk ontstaan. Dit is mijn vader, dit is mijn grootvader en dit is mijn overgrootvader en dat is de oprichter in 1892. Het was een tijd dat machines nog bedacht werden, hè, dat ze gingen ontwikkelen. En hij dat dan samen zo mag doen, een machine ontwikkeld die dan nu ja, nog 44 jaar dat zo'n product een succes is geworden voor zo'n club als Hoopman. We waren nog volop in Nibbeling, want de buurman deed niks als prussen. Ja, we hadden nog dat oude spul gebruikt en dat was toch vaker wat kapot. Nee, maar dat is ook mooi. Als je prutje aan prutje bent, dan kom je tot ideeën. En mijn vader was van iemand die er dan bezig ging staan en zei van, oh, zou je dat zo wat doen of zou je dat zo doen? En soms is dat misschien net het zetje in de wedstrijd om tot goede ideeën te komen. Het is gewoon een schutter. En daarom had ik ook een strela eerst op de koelen, maar ja, omdat dat veel te licht was. En je hebt een rode bulten in de wei deze kerk. Maar in ieder geval hetzelfde idee. We zijn wel, maar aan de kanten dichter. Ja, van een oude vloerbedekking. Gewoon, daar zagen we, of sneden we gewoon stukken uit en die deden we daar tegenaan hangen. Je kunt ook wel zien, die mat zit langs de kant en dat ijzer, dat hield ook goed tegen. Zij en witte ging daar niet in. Daar moest ik heel voorzichtig natuurlijk, want die tanden, die zijn verende tanden. En als er een bult te ver komt, ja, dan kan dat niet verwerken. Dan moet je heel langzaam erin en heel langzaam doorgaan tot dat u de herkrijgt. En zodoende kan je ook de koelen, was altijd mooi recht. Maar dat systeem, we hebben dat zelf eigenlijk allemaal uit de dokter. En dan zeg ik dan Nibbeling, zo moet je hem. En dan moet je op die sterren, dan moet je met buis moet iets steviger. Tanden, dat werkt niet met de koelen. En dan moet het zwaarder zijn als een schutter. Maar Nibbeling zegt, ja, maar ik begin geen machines te maken. Dat... Je bent geen fabrikant, dat kan niet. Misschien moet je naar Hoopman weer. Zo zal het zo'n beetje nog gaan. En ik zal Hoopman wel even een bericht doen. En zo ben ze van Hoopman ook direct hier geweest. En zo doen de boeren. Ja, nooit iedere keer naar Hoopman geweest. Van zo en zo doe dat hem. Joop is hier in Missen, dat is 2 kilometer in vandaan. Wie zit dan in Brevoort? Hoopman zit in Iselo. En op deze manier ja, kun je heel, gewoon, heel mooi met elkaar samenwerken. Tot de machine maakt moest worden, toen zegt Hoopman van. Nu van de winter hebben we moeite om den klaar te maken en dan volgend voorjaar dan hopen we hem klaar hebben. Ik zie nog mooi dat zo'n machine wat dat in guldens kost, daar doe je tegenwoordig niet zoveel meer voor. Ja, en tegenwoordig zien ze er zo uit, hè. Dat is toch allemaal wat degelijker en wat zwaarder. Maar in het begin wil ik eigenlijk direct al van iets zwaarder uitvoering, maar dan zegt Bram, die was nog wel aardig op de centen en dan zegt van dat is doneren, dat wordt veel te duur. En je wist al wel, misschien had de eerste machine moest toch al nog eens zijn. Al die tijd dat Hoopman die dingen bouwt en andere machines, die komt altijd weer bij Hoopman terecht. En als we elkaar op de beurs tegenkomt, dan drinken we altijd even zeker een bakje koffie. En liefst ja, nog een biertje naar de kant.